Dan hebben we ook nog goed nieuws voor voetballiefhebbers. Ja. Een van de dingen die we bedacht hebben is, we gaan een veiling organiseren met artikelen die de moeite waard zijn. En een van onze mensen, Ab Jenema, een van de organisatoren, die heeft contacten met het Nederlands elftal. We hebben de KNVB zo ver gekregen, zo vriendelijk gekregen, dat wij een shirt van het Nederlands elftal hebben gekregen, getekend door alle spelers die de afgelopen maand tegen Duitsland hebben gevoetbald. Oké, het actuele elftal. En alle handtekeningen staan erop. Het wordt keurig ingelijst. En dat gaat natuurlijk niet voor €5 weg. Nee. Een openingsbod wordt gevraagd, ik geloof van €200. En dan proberen we daar zoveel mogelijk Als je daar voor de week, ik noemde het net al even buiten onze interview, de Albert Einstein met zijn brief. Een paar miljoen voor een brief. Dan is een paar honderd euro voor zo'n uniek shirt, want vroeger werden shirtjes vaak weggegeven als werd het publiek ingegooid, of die werden weggegeven als relatiegeschenk. Dat gebeurt bijna niet meer. De KNVB is daar heel erg terughoudend in, dus we zijn wel heel erg blij dat we uitverkoren zijn om zo'n shirt te mogen veilen. Geweldig. Voor dit doel. Ja. En de middenstand, mag ik ook nog even zeggen, heel veel middenstanders in Beverwijk, die hebben dit doosje op de toonbank staan. En daar kunnen mensen wisselgeld, kleingeld in doen. En dat is fantastisch dat ook de middenstand massaal meewerkt. Maar kleingeld, ik heb liever dat het knispert. Ja. Maar als het rammelt is het ook goed. Ja. En tijdens de uitzendingen van 19 tot 22, tot en met 22 december, kunnen mensen verzoekplaten aanvragen. Mijn zoon kan mooi blokfluit spelen, mag dat op tv of mag dat op de radio? Ja hoor. Donatie doen en dan is in principe alles mogelijk. Ja, maar er komt natuurlijk ook best wel pers op af, denk ik. Dus mensen die meedoen en bijvoorbeeld iets creatiefs doen in de vorm van zingen of spelen, die worden wellicht ook nog wel vastgelegd in de media. Ja, absoluut. En dan kom je kop op tv, leuk toch? Ook nog eens, we hebben veel lokale, regionale artiesten, groepen, bandjes, zangers, bereid gevonden om naar de Grote Kerk te komen en daar een paar liedjes akoestisch voor ons te spelen. Ja. En dat gebeurt dus live in de uitzending en dat wordt opgenomen. Dus we hebben er nog een leuke opname van ook. Nog het websiteadres. Ja, onze website is www.radiobeverwijk.nl. Daar heb je een link naar Het Houten Huis, maar je kunt ook rechtstreeks pen en papier pakken, want dat is een lindafoundation.nl /actie/ Het Houten Huis Beverwijk of Radio Beverwijk. En dan kom je op de pagina en daar staat een hele mooie knop en daar staat op doneer. Okay. Kleine bedragen, grote bedragen, alles is welkom. Alles is welkom. Laten we hopen dat we aan het eind van de actie met een prachtig bedrag naar Linda kunnen. Nou, ik ga je ontzettend veel succes wensen met alles waar je mee bezig bent. Maar misschien heb je nog iets dat ik vergeten ben te vragen, dat ik zeg, dat wil ik toch nog even kwijt. Nou, het zou leuk zijn als als je tussen 19 en 22 december in de buurt bent. Ja. Kom langs, de koffie staat klaar. We hebben daar ook wat lekkers bij. Ja. Bel in, dat kan ook. Je kunt ons bellen. En kijk op de site van Radio Beverwijk, want daar kun je het ook allemaal volgen. Maakt niet uit waar je woont. Daar is de uitzending ook te streamen. Nou, helemaal bedankt. En zeg het voort. Facebook, deel het, noem het allemaal maar op. We hebben ook een Facebookpagina, Het Houten Huis Beverwijk. Kijk erop, alle nieuwtjes komen daarop. Nog even het tijdstip waarop het grote bedrag bekendgemaakt gaat worden. Wij gaan tot zaterdag 8 uur, zaterdag 22 december, 8 uur 's avonds gaan we door. Ja. En ergens in dat laatste uur. Ja. Zullen we proberen in ieder geval een voorlopige tussenstand, maar dat zal wel richting de eindstand zijn. Ja, dus want ik weet dat het Glazen Huis deed het altijd op kerstavond, geloof ik. Of zo. Ja, die deed het daarna, hè? Ja. Aan het eind. Ja, maar met jullie dus de 22e. Wij doen het de 22e. We moeten daarna ook alles weer zo snel mogelijk afbreken, want daarna beginnen de kerstfestiviteiten ook in de kerk. Ja. Maar ook weer op het kerkplein in Beverwijk, waar van alles te doen is. Dus het is. Het is allemaal een militaire operatie, Sean. Nou, ik kom hier zeker nog op terug. We gaan er volop aandacht aan besteden als Niels.nl. Dankjewel voor het interview. En jij dankjewel voor de aandacht. Nou, heel graag gedaan.